Wereldwijd en ook in Suriname vechten fysiotherapeuten voor een erkenning. Het uitroepen van Wereldfysiotherapiedag in 1996 moet daarom helpen om de eenheid en solidariteit van de wereld voor de fysiotherapiegemeenschap te markeren. Het is vandaag Wereldfysiotherapiedag met als thema artrose. De Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie staat ook stil bij deze dag, zegt voorzitter Bastiaan de Boer, die uitleg geeft over het thema. Meer bekend als gewrichtsslijtage. En dat is dus wereldwijd, staat dat vandaag. De relatie tussen fysiotherapie en artrose staat extra in de spotlight, zeg maar. Wat denkt u dat het belangrijkste is dat men moet weten over gaan naar een fysiotherapeut? Fysiotherapeuten worden ook wel de specialisten van het bewegingsapparaat genoemd, hè, of de specialist in beweging. En dat betekent dus dat wij ons voornamelijk bezighouden met bewegend functioneren van de mens en alle storingen die daarin kunnen zijn. Hè, dus als mensen een slag hebben gehad en een pijn hebben of een bewegingsbeperking hebben, dat zijn natuurlijk de meest voorkomende redenen waarom mensen naar de fysiotherapeut gaan. Daarnaast zie je dat de laatste decennia er een enorme ontwikkeling is gekomen, ook binnen het vak fysiotherapie, waarbij er niet alleen naar het klassieke bewegingsapparaat wordt gekeken, hè, dus spierblessures, gewrichtsblessures, etc., maar dat er ook veel meer binnen de preventieve gezondheidszorg een rol voor fysiotherapeuten is. De Boer zegt verder dat niet een ieder bekend is met de term artrose en dus vaak denken dat zij het niet hebben of kunnen krijgen. Jaar is Wereldfysiotherapiedag, dus met name artrose na gewrichtsslijtage komt ontzettend veel voor. En met name klachten van gewrichtsslijtage, want niet iedereen hoeft er last van te krijgen. Maar het meest voorkomende zijn de knieproblemen, heupproblemen, lage rugslijtages. Dat komt ontzettend veel voor. Daar speelt fysiotherapie een heel belangrijke rol in zeker de eerste lijns revalidatie. En wanneer iets helemaal bot op bot versleten is en de orthopeed heeft ook daarna gekeken en zegt van nou, de mensen kunnen amper nog lopen. Dan kan het op een gegeven moment bijvoorbeeld op een operatie uitdraaien, een nieuwe knie of een nieuwe heup. Maar het traject daarvoor speelt de fysiotherapeut vaak een belangrijke rol. En dan kunnen dus operaties of uitgesteld worden met een x-periode, soms wel tot jaren uitgesteld worden. Of misschien helemaal van de baan gaan. Zeker als je er vroegtijdig aan de bel trekt. En dan kan je vaak een heleboel doen met eigenlijk spierkrachttraining, belastbaarheidsverhogende oefeningen voor gewrichten. Waardoor het gewricht eigenlijk beter beschermd wordt. Het beroep heeft volgens de Boer ook veel te kampen met het wegtrekken van zowel jong als meer ervaren collega's naar het buitenland. Belangrijk is om na te gaan hoe de nieuwe talenten te behouden. Hoe maken we het interessant genoeg om binnen deze uitdagende context de ambities van deze jonge zorgprofessionals voor Suriname te behouden, besluit de Boer.